Dat maatschappelijke betrokkenheid van voetbalclubs enorm belangrijk is, dat bleek afgelopen week wel weer. In het kader van Playing for Success bood NEC leerlingen met leerachterstanden en motivatieproblemen de kans om positieve leerervaringen op te doen. In een heuse persconferentie mochten zij de linksback Rémy Amieux het hemd van het lijf vragen. How was your first press conference here? Yeah, it's not really my first, but with a teenager is my first, and then I think it's quite good for them to see how it goes. It's a bit different than with adult journalists. No, not really. It's only question answers, and it's only speaking about football and about things in general. So that's quite the same. What was your toughest question? The toughest thing was that my Dutch is not so good, so I try to do my best. Was it? What's the importance of playing for success according to you? The important thing is that they can be together, just do some good things and have fun together and just learn in a good way. I think that's the most important things. Welkom bij de persconferentie van Rémy Amieux. Dit was je eerste persconferentie als perschef? Ja. En hoe beviel het? Nou, het was best wel leuk om het te doen. Vond je het ook lastig? Op zich niet. Het was best wel makkelijk om vragen te stellen en mensen de vraag te geven en zo. Ja, Players for Success is mensen die organiseren voor kinderen die geen zin hebben om naar school te gaan. En krijgen ze meer moed om naar school te gaan en meer zelfvertrouwen. Playing for Success gaat ervan uit dat kinderen gemotiveerd zijn om te leren, maar dat door negatieve ervaringen deze motivatie is verminderd. Gevolg daarvan is dat zij minder zelfvertrouwen hebben en daardoor ook onderpresteren. Playing for Success wil deze leerlingen dan ook zoveel mogelijk positieve leerervaringen op laten doen, op een uitdagende en inspirerende plek buiten school, het voetbalstadion. Nou, ik vond het heel goed gaan. Op de eerste plaats was het voor Rémy natuurlijk niet even makkelijk om Nederlands te spreken. Nou, heeft hij ontzettend goed gedaan. De kinderen hebben goede vragen bedacht. En de perschef Jean-Philippe heeft het ook ontzettend goed gedaan. Dus we kunnen spreken van een geslaagde middag. Ja, even buiten deze persconferentie om. Wat doet NEC nou zoal meer voor Playing for Success? NEC stelt de ruimte beschikbaar, de perskamer waarin wij werken. Zorgt ervoor dat wij spelers krijgen bij het project. Voor de kinderen natuurlijk hartstikke leuk om te gaan met een speler, met een idool. We hebben de Wall of Fame in de gracht waar de schildjes hangen van de kinderen. En NEC faciliteert die dingen. Ja, nou is het natuurlijk bedoeld om kinderen te motiveren om weer met wat meer plezier en zelfverzekerdheid naar school te gaan. Krijg je ook wel eens feedback van dat ook inderdaad het geval is? Ja, en het is ook zelf ook heel zichtbaar als we kinderen zien komen en kinderen zien gaan. Dan zien we toch dat de gezichtjes in het begin omlaag staan en aan het eind weer omhoog. En we krijgen dat ook terug van ouders en van school. Dus een dankbaar project. Zeer dankbaar. Even lachen jongens. Met elkaar. Ja, de man een stukje dichterbij, Quint een stukje dichterbij. Komt-ie. Top.